in de eeuwigheid, zou ik bijna zeggen, wordt uw lepeltje, uw kannetje, uw kandelaar, uw munt, uw ketting gedragen door de burgemeester van Altena. Ere die ere toekomt, de gemeente Rondevenen, dat was het toch, hè? Dat was de eerste gemeente die op dit idee kwam. Kunnen we nou bij de nieuwe gemeente niet dat zilver op een andere manier krijgen en beschikbaar stellen, zodat het ook iets van de gemeenschap is? En voel mij een van u, een Altenaar. En wat is er een mooiere, eervollere taak dan zoiets te mogen ontwerpen en dan ook nog te winnen. Maar dit was wel echt een van de meest bijzondere opdrachten die ik ooit waarschijnlijk zal mogen uitvoeren. Fantastisch. Ja. Kom, zat dan? Ja. Ik zal nog even uitleggen dat deze vorm is voor mij met het hoofd omhoog en de voeten in de klei. Dus dat ziet u in die vorm ook weer terug. Die schakel die hier tussen zit, om hem te verbinden, dat is een schakel die steeds rondgaat, heeft geen einde. Dus die blijft maar doorgaan, net als het water waar tussen wij wonen. Mocht er sprake zijn van een vrouwelijke burgemeester en is bijvoorbeeld een gala, hè, dat ze extra mooi wil zijn, dan kan dit achterste stuk van de ambtsketen kan losgemaakt worden van de steunketting. En dat kan dan omgedraaid worden en hier zo als een extra collier opgehangen worden. Moet dit zilver ook gepoest worden? Ja, dat ook. Daar heb je Sarretje voor. Dat is niet Laurent hoor, dat is de NSV. Nee, maar moet het gepoetst worden? In principe, als het flink gebruikt wordt, of in ieder geval, hè, dan zal het zilver niet veel aanslaan. Nou, dat is wel met het overeind. Nee. Wat heeft u gegeven voor de ambtsketting? Lepeltjes. Een aantal lepeltjes. Lepeltjes. Omdat ze zo vreselijk zwart zijn. En ik een hekel aan poetsen heb, denk ik, hup, wegwezen. Maar mijn vader had altijd al gezegd, het moet één Altena worden. En dat wist ik nog wel, maar ik denk, wie gelooft dat nou? Mijn vader is al 20 jaar geleden overleden. En toen ging ik die zilveren munt hier brengen en toen had Clarant gezegd, kun je ook een foto en een verhaaltje. Dus, en toen ging ik dat zoeken en wat vond ik? Een krantenknipsel wat mijn moeder waarschijnlijk uitgeknipt had. Uit 1986, waarin meneer advocaat zegt, het had één Altena moeten worden. En voor mij is hiermee het kringetje rond. Het emotioneert me echt dat er nu een stukje van mijn vader, die dat toen al zag, in de keten voor altijd blijft. Prachtig. Ja, echt heel mooi. En het resultaat mag het zijn. Prachtig. En vooral op het blauwe kostuum van de burgemeester. Een parel voor de gemeente. Fantastisch. Ik vind het zo mooi. De hele gedachte, maar ook de uitstraling van de ketting. Ik vind het fantastisch. Dat de kunstenares uit de gemeente Altena komt. Ja. Woudrichem. Ja, dat doet mij gewoon.